eigenlijk word je gevangen gezet in je eigen misère. Zo voelt het. Dus je hebt gewoon een huis wat instort om je heen. Gaswinning die zorgt voor heel veel aardbevingen en bodemdaling in Groningen. Duizenden huizen die zijn beschadigd, dus het gas moet gewoon in de grond blijven. Ik denk dat de meeste mensen stijf van de stress staan. Ik bedoel, als je huis naar de kloten is, er is niemand die je wil helpen. We hebben elkaar nodig. Van Endeklanden met de bruinkool en het Humboldt Forest tot de pipelines in Dakota. Van Scandinavië tot Afrika. Shell and Exxon are ruining Groningen and the whole climate. We do not accept that politicians put profit before people. We demand a transition to 100% fossil-free world now.